Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze derde vlogmas. Nee, derde. Vierde. Leuk dat je kijkt naar deze vierde vlogmas weekvlog. Het is nu. Oh, het is al bijna 12 uur. Het is al bijna middag. Ik ga nog even ingrediënten halen voor mijn taart. Want ik ga een taart maken voor kerst. Daar heb ik heel veel zin in. En er is ook kerstmarkt. Dus daar ga ik ook even kijken samen met mijn moeder. Dus ja, dat zal ik ook wel even een beetje vastleggen. Hoop ik. Als het niet te druk is met mensen dat je niks kan zien. Thuis en het was echt heel erg druk. Maar ik heb wel nog deze oorbellen gekocht bij H&M. Deze. Vond ik wel heel erg leuk. Ik ga dus een taart maken voor kerst, maar ook koekjes. En ik zal even laten zien welke ik wil maken. En ik wil dus deze koekjes ook maken. Lijkt me wel heel erg leuk. Maar daarvoor had ik dus nog wel kerstboom uitsteekdingetjes nodig. En ik heb dus deze gekocht. En er zitten drie verschillende groottes in. En dat was in de aanbieding voor 1 euro. Normaal was het 1,59, ook niet duur. Maar voor 1 euro dus drie verschillende. En ik heb ook nog dit groene suiker gekocht. Want van die sprinkles die daarop zaten, die kon ik nergens vinden. En dit wel, maar dit vond ik ook wel leuk. Dus ja, dat is wat ik gekocht heb. En verder heb ik alleen maar een beetje gekeken en zo. Dus het was wel even leuk. Het is zondag en ik heb alvast deze lekkere glittertrui aan om in de kerstsfeer te komen voor morgen. En omdat het vanavond natuurlijk kerstavond is. Ik ga straks koekjes maken. Ik wil ook nog taart maken voor kerst, maar die is voor tweede kerstdag. Dus die ga ik morgen pas maken, want anders dan is die niet meer zo vers en zo. Ik hoop dat ze net zo mooi worden als wat ik in mijn hoofd heb. Maar dat zie ik wel. En verder is vandaag eigenlijk gewoon een lekkere luie zondag. Gewoon een beetje rommelen van alles en nog wat doen. Deze trui is trouwens van de H&M. Sorry voor de achtergrondmuziek, maar er staat al harde muziek aan. Maar hij is van de H&M en hij heeft van die wijde mouwen. Ik vond hem wel heel erg leuk. En ik heb dus gewoon een zwarte broek aan. Maar wat wel heel stom was, ik had deze trui dus 2 weken geleden of zo gekocht. Voor 20 euro. En nu is die in de sale voor 7 euro, want overal is ineens sale. Ik dacht het is pas na de kerst, maar blijkbaar is dat nu al. Dus dat is wel balen. Ik had het bonnetje niet meer. Het kaartje zat er nog wel aan, anders had ik hem gewoon terug kunnen brengen en opnieuw kunnen kopen voor 7 euro. Maar ja, dat gaat niet. Maar ja, ik ben er alsnog wel heel blij mee, want ik vind hem wel heel erg leuk.
dagen. Het is vandaag eerste kerstdag en ik ben helemaal ready to go. Ik heb, nou ja, mijn haar heb ik niet echt gedaan, maar ik heb mijn make-up al gedaan en mijn outfit is wel helemaal klaar. Mijn moeder en ik gaan zo namelijk naar mijn opa en oma toe. Wel heel gezellig. En ik zal even laten zien wat ik vandaag aan heb. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk te zien is, want het licht is hier niet echt al te mooi. Maar ik heb gewoon een simpel zwart truitje aan met deze glitterrok. Volgens mij zie je dat niet echt heel goed. Ja. En een panty. En gewoon simpele zwarte laarsjes. En qua sieraden... Oh, die zit alweer scheef. Qua sieraden heb ik dit kettingje. En heel schattig. Oh, dat is echt moeilijk filmen. Kijk, deze oorbellen. Dat zijn cadeaustrikjes. Ik vind het echt heel schattig. En deze armband. Die heb ik van mijn moeder gekregen onder de kerstboom. Want we hebben gisteren op kerstavond al pakjes onder de kerstboom gedaan. Dat was super leuk. Ik zal nog wel laten zien wat ik verder heb gekregen. Maar dat doe ik wel als ik terug ben. En ik heb deze tas. Die had ik toen ooit voor mijn gala. En ik vind het nu wel weer leuk om te gebruiken. Zo, we zijn weer terug van opa en oma. En we gaan nu even lunchen. En daarna ga ik mijn taart maken voor morgen. Want het is wel net zo lekker om hem gewoon vers te maken natuurlijk. En het wordt een witte chocolade cheesecake. Echt super lekker. Ik hoop dat die gaat lukken. En ja, dan is die voor morgen. Want morgen dan komt de familie hier gezellig eten. Dus dan kunnen ze allemaal een stukje proeven. En ik heb natuurlijk ook die koekjes die ik gisteren heb gemaakt. Die zijn ook heel erg leuk gelukt. Die zal ik ook nog wel, laten zien. Maar dan moet ik ze eerst nog even netjes op een schaaltje leggen en zo. Want ze zijn nu gewoon in een koekblik gelegd. Even snel. Dus ja, dat is mijn planning voor vandaag. Verder niet heel veel bijzonders of zo. Maar wel gewoon een lekkere, chille eerste kerstdag. Goedemorgen jongens, het is vandaag tweede kerstdag en ik heb een poging gedaan tot mijn haar krullen, maar ja,
Het is niet echt geweldig. Ik moet er nog even op oefenen, want ik heb het echt nog nooit gedaan. Ik heb laatst dus een krultang gekocht bij de Action. En dat heb ik geprobeerd, maar het lukt niet echt zo super goed. En ik weet nou ook niet echt of ik dit zo leuk vind. En ik weet ook niet zo goed wat ik van mijn make-up vind. Ik vind het wel een beetje heftig of zo. I don't know. Maar goed, ja, ik heb dit dus even gedaan. En ik wil ook nog mijn nagels gaan lakken, maar dan moet ik nog even kijken welke kleur en zo. Vanmiddag dan komt er hier familie en dan gaan we vanavond met z'n allen lekker eten hier, dus dat is wel heel erg gezellig. En ik zal even mijn outfit of the day laten zien. Ik heb dit blouseje met gouden stippen aan en een leren rokje met een panty en schoenen heb ik nog niet aan, dat moet ik nog even doen. En ik moet ook nog even oorbellen indoen en een ketting om en zo, het is wel leuk. Nageltjes zijn gedaan. Ik vind het wel heel leuk zo met glitter op één nagel. En mijn krullen zijn nu al uitgezakt. Maar ik heb ook geen haarlak gebruikt, want ik heb geen haarlak. Niet zo heel erg handig. Dus ja, maar ja, ik vind het prima zo. Ik vind mijn make-up trouwens best wel heftig. Ik weet niet of ik dat net al had gezegd. Maar ja, gisteren had ik ook deze kleur gebruikt. Toen was het veel minder heftig. Dus ik weet niet wat ik nu allemaal heb gedaan. Op camera valt het volgens mij nog wel mee. Maar in het echt is het best wel heftig. Maar goed. Ik ga het niet meer eraf halen ofzo, want daar heb ik geen zin in. Dus ik ga nu even sterren uitprinten. Want ik moet straks nog sterren op mijn taart maken die ik gisteren heb gemaakt. Ik hoop echt dat hij gelukt is. Want hij was nog zo vloeibaar ofzo toen ik hem in de koelkast zette. En ik hoop wel dat het een beetje een taart is geworden. Anders vind ik het echt heel jammer als het is mislukt. Dus het is de dag na kerst en mijn hoofd is echt heel wit, want ik heb echt nog geen make-up op en zo. Maar ik stond naar buiten te kijken en ik dacht echt, wat de fuck gebeurt er? Want kijk, er is overal rook. Oh, wacht. Kijk daarachter. Echt, wat de fuck gebeurt er? Oh, volgens mij is er iemand daar met water aan het spuiten of zo. I don't know. Een hoge drukspuit of zo, ik weet niet. Het is dus de dag na kerst. En ik ben gewoon lekker thuis, want ik heb vakantie. En ik ga zo even iets van make-up opdoen. Want ik ben van plan om zo een video te gaan filmen. En ja, daar heb ik eigenlijk wel zin in. Misschien ga ik nog even naar de winkel, want ik wil van die Mikon pennen volgens mij. Volgens mij is het zo. Die wil ik eigenlijk kopen voor mijn bullet journal. Want ik had die wel op mijn Sinterklaas en kerstlijstje gezet en zo. Maar uiteindelijk niet gekregen en ik wil het eigenlijk toch wel heel graag hebben. Dus dan ga ik het maar zelf kopen. Dus ik ga nu even mijn make-up doen. En dan denk ik even mijn setting klaarzetten. En dan ga ik een video opnemen. En ik wil eigenlijk nog wel meer video's opnemen vandaag. Maar dan moet ik even kijken of het lukt en welke video's. Maar ja, hier is Sammy. Hey baby. Oh, nou kijk je echt heel stom. Het was trouwens wel echt heel erg gezellig gisteren. Kerstvieren met de familie. Dat was gewoon een heel gezellig dagje. Ik heb verder niet superveel gefilmd. Omdat ik niet ja, echt familiebijeenkomsten op YouTube ga zetten. En ik weet ook niet of mensen überhaupt wel op YouTube willen. Dus vandaar dat ik niet zo heel erg veel heb gefilmd. Maar we hadden dus kaasfondue en het was super lekker en gewoon heel erg gezellig en zo. Dus ja, dat eigenlijk. Kerst was best wel gezellig. Het gaat altijd zo snel voorbij, jongens. Het is gewoon nu alweer woensdag. De eerste week van mijn vakantie is vandaag eigenlijk alweer zo wat voorbij. Wauw, het gaat echt heel snel. Zo, ik heb even een video opgenomen met dit als mijn achtergrond. En ja, ik vind het best wel leuk eruit zien. Ik hoop alleen dat het ook een beetje goed gaat met het licht. Omdat hier natuurlijk een raam is. Dus ja, ik zie het straks wel als ik ga editen. Meestal zit ik namelijk altijd hier.
Maar dan iets lager. En ja, ik dacht ik doe het eens een keer anders. Omdat ik die lichtjes er zelf wel heel erg leuk vind. Dus dat heb ik geprobeerd. En het is ook echt zo ontzettend donker vandaag al de hele dag. Echt deprimerend. Dus ik denk dat ik maar even zo naar de winkel ga. Om te kijken of ik die pennen nog kan krijgen. Of dat alles misschien is uitverkocht nu na kerst. Want ik moet gewoon echt even naar buiten. Anders dan komt het echt niet goed. Dus dat ga ik doen. Misschien moet ik eerst nog lunchen. Maar dan moet ik even kijken. 2 hours later. Oh, ik ben weer thuis en ik heb die pennen gevonden. Dat zijn namelijk deze. Dus dan kan ik binnenkort weer aan de slag met mijn bullet journal. Waar ik ook weer een video over ga maken. En misschien staat die al online voordat deze vlog online komt. Maar dat weet ik niet. Moet ik nog even kijken. Ligt eraan hoe snel ik ben en wanneer ik het af heb. En nu ga ik even de video editen die ik net heb opgenomen. En misschien ook al weer een beginnetje maken met deze vlog. Want ik vond het wel fijn dat ik het gewoon zo snel af had. Omdat ik dus al steeds kleine stukjes had geëdit. Dat is heel chill. Ik wou goedemorgen zeggen, maar het is inmiddels al middag. Ik heb vandaag weer eigenlijk een lekker chill dagje niks doen. En ik ben bezig geweest nog met, nou ja, video editen had ik gisteren al gedaan. Maar ik heb nu een thumbnail gemaakt. En ik vind het wel heel leuk geworden. En ik ben nu deze video dus aan het uploaden. En hij komt op 1 januari om 12 uur 's nachts online. Dus precies als het 2018 is. Superleuk. Tenminste, ik vind het leuk. Verder vandaag ga ik denk ik mijn vlog editen. En ja, verder weet ik het eigenlijk niet. Het wordt denk ik vandaag een beetje een saaie dag. A few moments later. Zo, ik ben even naar buiten, want ik dacht het is lekker weer en ik moet toch even het huis uit, want de rest van de vakantie wordt het best wel rot weer. Dus ja, ik weet niet waar ik heen ga, maar ik zie het wel. Thuis en ik was gewoon even naar winkels gegaan en zo, want ik wist anders ook niet waar ik heen moest gaan. En ik was dus ook nog naar de karwei gegaan, want ja, het leek me leuk om wel gewoon naar kleurstaaltjes te kijken zo. Voor als ik ooit nog die muur wil gaan verven. Dus ik heb gewoon een aantal staaltjes meegenomen en een beetje gekeken bij de interieur dingetjes, want dat vind ik altijd wel leuk om te kijken. Dus dat heb ik gedaan. En dat was denk ik ook het enige wat ik vandaag ga doen. Goedemorgen jongens, het is vandaag vrijdag. Ik ben echt een beetje in de war met de dagen. Maar ik ga nu even mijn kamer een beetje opruimen, want ik heb er alweer een troep van gemaakt. Echt erg. En dan komt mijn nichtje straks gezellig, dus daar heb ik wel zin in. En vanavond ga ik naar de bioscoop met 2 vriendinnen. Ik weet niet of ik daar ga vloggen, want ja, weet ik gewoon niet. Maar ja, ik moet nu mijn kamer op gaan ruimen, want mijn nichtje komt over een uur. En niet dat ik echt een uur bezig ben met mijn kamer opruimen of zo hoor. Dat valt ook wel mee. Ik heb gewoon hier allemaal dingetjes. Gewoon een beetje troepjes en daar een beetje troepjes. Dus dat is zo opgeruimd. Hallo. Niet voor jou. Nou, een chocolade fondue. Ik nog even een vlog. Desiree is er. Hola. En we kijken High School Musical. Oh, is dat niet scherp? Nou, we kijken High School Musical. Hij is nu op pauze. Hallo. Hallo. Nou, we kijken dus High School Musical. Want we doen even een marathon. Want Desiree had nooit High School Musical gekeken. Nou ja, ik had het wel gekeken. Maar niet, volgens mij niet alles. Nee. Niet helemaal. Nee, dat kan niet. High School Musical is echt mijn jeugd. Ik was echt fan. Ja. Ja. Nee. Maar nu gaan we verder kijken en eten. Ja. Bye. Doei. Zo, ik ben weer terug van de bios. En ik was dus naar Pitch Perfect 3. Ik weet niet of ik dat had gezegd. Maar het was heel erg leuk en super gezellig. En het is nu 1:50. Dus ik ga zo naar bed. En ik bedacht me ineens dat het vandaag vrijdag is. Dus dat betekent dat dit het einde is van deze weekvlog. En Mau. Dat was Sammy.
Teaser. Maar ja, volgende week vlog ik dus ook nog. En daarna denk ik niet meer. Maar ik doe dus zeg maar de eerste week van januari ook nog. Dus ja, ik ga me nu klaarmaken voor bed. Want ik ben wel een beetje moe. Ik heb vandaag dus 4 films gekeken. Best wel veel. Maar goed, ik ga deze vlog nu afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Als dat zo is, doe dan vooral een duimpje omhoog. En als je meer video's van mij wilt zien, abonneer dan vooral op mijn kanaal. Zou ik heel erg leuk vinden. En hopelijk zie ik je er weer in mijn volgende video. Doei!